Dinsdagavond 26 september 2023 is er vanaf de Parklaan in Zwijndrecht onder zware politiebegeleiding een verdachte witte bestelbus afgevoerd. De politie kreeg rond 19 uur een melding van een verdachte situatie op de parkeerplaats van zwembad De Hoge Devel, waar mogelijk een vuurwapen bij betrokken was. Toen de politie ter plaatse was, troffen ze daar een wit busje onder verdachte omstandigheden aan. Met afzetlinten werd het terrein rond het busje afgezet en kwamen er meer agenten met kogelwerende vesten ter plaatse. Rond 22.30 kwam er een takelwagen van de politie ter plaatse. Het busje werd met zwaailichten en sirenes afgevoerd onder begeleiding van verschillende politieeenheden. Wat er in het busje zit, wil de politie nog niet zeggen.